Dit is een compilatie van het programma Trots op onze jongens, die eigenlijk veel leuker had moeten zijn. Maar het was nou eenmaal een klote avond en hier staat nog een van de weinige supporters. Hoe voel jij je? Ja, je hebt het al verwoord. Kloten. Zwaar kloten. Echt, ik had al verwacht dat we naar de halve finale zeker zouden gaan, maar dit had ik echt niet durven dromen. Heb jij gehuild gisteren? Ik had het wel moeilijk, ja. Maar het was wel zwaar terecht. Ik bedoel, de jongens die waren niet in hun best te doen. Ik weet niet of dat nou lag door het gebeurde met Belarus of... Ik weet het niet. Nou, hoe dan ook, het was zwaar kloten. Wij waren in het stadion, we hadden een klein cameraatje bij ons. En laten we nog eens eventjes één keer kijken naar die vervelende Russen. Ik krijg toch allemaal de kleren. Val voor mij, wat allemaal dood. Ik heb geen zin om braaf te leren. Ik eindig toch wel in de goot. Had ik maar iemand om van te houden. Twee zachte armen om me heen. Dat was het drama van gisteravond. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Want vanaf nu horen we nooit meer Wolter Kroes met zijn Viva Hollandia. En om het even positief te houden. Vooraf had toch niemand durven dromen van zo'n oranje feest hier in Zwitserland. En feestende Hollanders betekent drinkende Hollanders. Boe! 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 Hallo! Goedemorgen! Goedemorgen! Heb je nee zin? Ja! Maar heel het houden niet van, hè? Je zuipt te veel, jongen! Ja. Slaat Frankrijk met 4-1. De rest van de wereld gelooft het ook niet wat ze vanavond zien. Snijder. Wat een Robben. Het is allemaal te mooi voor woorden. Het is echt geweldig. Ik zou bijna zeggen, even een momentje om toch elkaar toch even in de armen te vallen. Kom op, Tom. We bewaren afstand. Nee, we zijn toch allemaal Hollanders? Ja, dat zijn we wel. Nee, maar we bewaren natuurlijk. We zijn journalist, dus we zijn blij. Maar, nee, wacht even. We zijn er niet om de polonaise te lopen. We moeten wel, de mensen moeten goed geïnformeerd worden. Doe jij ook. Nou ja, goed. Hey, veel plezier. Okay. Dag Tom. Ja, en dan is nu het moment aangebroken om traditioneel de tegenstander te treiteren. Très bien. Au revoir. Vive la France quand même. J'adore ce maillot. Vive la France. Na de wedstrijd tegen Italië had Hugo Borst een lekkere braadworst in zijn mond tijdens zijn analyse. Ja, en dat brengt dus geluk. Dus we hebben een worstje voor Hugo. Maar, hoe voor je het gaan? Ja, topwedstrijd. Ik heb zo genoten van alles. Ze hebben wel mazzel, hè? Beetje. Ja, mazzel. Met een hard stukje in. Maar ik heb echt genoten. Het is... Ik heb veel meegemaakt. Het is mijn 10e toernooi. Alles zit mee. Alles zit mee. Wordt de finale, kan je nu al zeggen, Portugal-Nederland. De honger, hè? Honger naar de bal. Goeie mosterd. Ja, is hele goede mosterd. Bijzon, denk ik. Uiteraard bezochten we vele trainingen van het Nederlands elftal. En ook daar kwamen we nogal eens wat van onze collega's tegen. Hans, er zijn nog wel eens wat supporters die daar mij dan Hans gaan toeroepen. Dat is wel een compliment, hè? Wat moet ik daar nou mee? Nou, ik ben ook gesignaleerd. Of ik was in Bern. En toen zei ze, kijk uit, dat is die roze van geenstijl.nl. Dus ik, normaliter gaat het allemaal goed, maar sinds jij in de lucht bent, dan gaan ze een hele boog om me heen. Dus ja, het is jouw schuld allemaal. Nederland, oh Nederland, jij bent een kampioen. Wij houden van oranje, ons zijn daden en zijn. Nou maakt Van Basten ook een beetje een nukkige indruk. Zoekt hij een beetje een vijand nu, een gemeenschappelijke vijand, de pers, net als in 88? Nee, ja, gelul man. Wie... Gelul, ja? Ah, jezus, wie praat je nou hierna? Ga nou niet de echte journalist spelen. Blijf dan gewoon een beetje hoe je bent. Je had nog leuke sms'jes gehad, hè, op je vorige optreden.
Gelukkig komt mijn vriendin vanavond. Kijk, de spelers hebben morgen dat hun... Komt jouw vriendin vanavond? Ja. Dus... Nou, mag ik dan ook een keer even met jouw vriendin? Wat ben jij ontzettend voorspelbaar. Ja, ik had een hele leuke sms'jes gehad, ja. Wat ook alweer? Dat ik er goed uitzag. Nee, dat was iets anders. En ach, die arme jongen, laat hem er toch tussen liggen. Ah, dus ga je mee? Tuurlijk, kom. Tja, Barbara en ik, dat krijgt nog wel een staartje, vermoed ik. Wij verlaten met pijn in ons hart Basel en danken u voor het kijken namens het hele team. Mark, Dennis, Marius, Paul, Jacco en Dinges. Tot ziens, tot de volgende keer.